Weer een hittegolf. Het lijkt elke zomer wel raak. In Nederland spreken we van een hittegolf als het meer dan 5 dagen warmer is dan 25 graden in de beeld. Daarvan moeten 3 dagen boven de 30 graden zijn. Tropisch warm dus. Maar in elk land is de definitie anders. In Denemarken bijvoorbeeld moet het meer dan 3 dagen boven de 28 graden zijn in 50% van het land. Daar moet je dus even rekenen. Aan de andere kant, in Californië spreken ze pas over een hittegolf als het meer dan 3 dagen boven de 37,7 graden is. De overeenkomst tussen deze definities is dat de warmte in elk geval een aantal dagen moet aanhouden. Jazeker. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar eigenlijk voor heel West-Europa. Een hittegolf houdt natuurlijk niet op bij de Duitse grenzen. In Nederland waren er in de eerste helft van de 20e eeuw 7. Van 1950 tot 2009, maar sindsdien gaat het echt hard. En zijn er al 10 hittegolven geweest. Kortom, ze komen nu 3 keer vaker voor. De belangrijkste factor is dat de temperatuur stijgt. In Nederland de afgelopen eeuw met 1,9 graden. En de zomer is zelfs met 2,3 graden warmer geworden. De kans dat een aantal dagen dan boven de 25 of zelfs 30 graden is, neemt al simpelweg toe. Maar extreme hitte in Europa neemt nog meer toe dan logisch verklaard kan worden door deze temperatuurstijging. Daar zijn een aantal verklaringen voor. De eerste is dat hoge drukgebieden langer blijven hangen. Daar moet je het volgende voor weten. Op zo'n 5 kilometer hoogte waait een hele harde wind van het westen naar het oosten, de straalstroom. Dit is ook de reden dat je met een vliegtuig sneller naar het oosten vliegt. Het laat zich meevoeren met de stroom. De straalstroom heeft veel invloed op ons weer. Als je meer naar het noorden waait, neemt hij warme lucht mee uit de subtropen. Als je meer naar het zuiden waait, koude lucht uit de Noordpool. Zo kunnen ook lage drukgebieden ontstaan met koud weer en regen, maar ook hoge drukgebieden met veel zon en warmte. De straalstroom zorgt ervoor dat de lage en hoge drukgebieden zich verplaatsen over het land. Alleen, soms blijven die hoge drukgebieden op één plaats hangen. En dan heb je een hittegolf. Normaal stroomt lucht van hoge druk naar lage druk. Je kan het vergelijken met een berg. Als die heel stijl is, rolt de voorwerp snel naar beneden. Hetzelfde geldt voor het temperatuurverschil tussen de subtropen en de Noordpool. Dit veroorzaakt een drukverschil. En als die groot is, is de berg stijl waardoor de lucht sneller stroomt. Als het temperatuurverschil afneemt, neemt de helling af en daardoor ook de windsnelheid. De laatste 40 jaar zien we dat de straalstroom in de zomer is afgezwakt. Het waait er dus minder hard. We denken dat dit nauw samenhangt met de versnelde opwarming van de Noordpool. Daardoor wordt het temperatuurverschil tussen de Noordpool en subtropen kleiner. De helling wordt daardoor ook minder steil. Mogelijk verplaatsen hoge drukgebieden zich daardoor langzamer. En wat betekent dat? Meer hittegolven. Een tweede theorie zegt dat bij droogte een hittegolf zichzelf kan versterken. Dat zit zo. Als de zon schijnt, verdampt er heel veel water. En dat heeft een koelend effect. Het is eigenlijk hetzelfde als bij zweten. Tijdens een hittegolf droogt de grond steeds verder uit. Op een gegeven moment is de grond zo droog dat er geen verdamping meer kan plaatsvinden en dus ook geen koeling. Gevolg, het warmt verder op en de hittegolf duurt nog langer. Dus vergeet niet genoeg water te drinken.